There's no other sport where you can fail 70% of the time and go to the Hall of Fame. Ja, ik ben iemand, ik wil alles altijd hard doen. Ik wil altijd hard slaan, ik wil die bal altijd hard gooien, ik wil altijd hard op het honk rennen. Gewoon strijden om te komen waar je wilt zijn. Als ik op de honkbalveld sta, dan maak ik geen grappen meer. Dan is het echt gewoon focus. Je wilt het hoogste niveau halen. Dus dat in mijn hoofd. Ja, de honkbalbond belde me. Van ja, de Dodgers willen je hebben. En ze hebben een concreet aanbod. In Amerikaanse Major League. Het hoogste niveau, hoogste league die je maar kan hebben met honkbal. 12 juni 2012 was ik thuis aangehouden. En 13 juni ben ik jarig. En mijn vader kwam op bezoek toen. Hij zegt, kijk eens, je maakt je 14e verjaardag mee in een cel. Je eigen vader kan niet eens tegen jou zeggen, kom, ga naar huis. Ik denk dat het lukt tot het moment dat ze zeggen van, hey, het lukt niet meer. En ik weet niet wanneer dat komt. Nobody's gonna hand it to you. You're gonna have to earn it. Hard work, that's what I'm talking about. You gotta believe that you're gonna make it to the major leagues. But you gotta wanna make it by working, by getting out on those fields and hustling and doing everything in your power. Go out there and believe. Go out there and do it. And if you fail, you can't blame anybody because you gave it everything that you had.